jongens, aangekomen. Spanje, Magaluf. Het uitzicht is oké. Doe je dance, joh. Dus ja, dit is ons uitzicht voor nu. Rustig. Kebabzaak aan de overkant. Ja, nog, nog een super kebabzaak aan de overkant. En ons favoriete restaurant is maar 3 minuten lopen. Ja. Ja, maar snap je. En als we het hotel uitlopen, is het strand, zeg maar, de deur ernaast. Ook, ja. En de cocktail hoor. Ja, ja. We hebben het wel goed voor elkaar. Oh, man. Het is ook helemaal niet te heet, hè? Nee, het is best lekker. Ik weet alleen de temperatuur niet. Zal ik eens kijken? Ik heb een locatie van hier. Ja, is goed. Ja jongens, 28 graden, we zijn weer thuis. Wifi, hebben ze hier wifi? Weet ik niet, het zal gast geld kosten of het is niet te vertrouwen. Nee. King Boy's back in his own hometown. Dat is mijn bijnaam hier, hè? Ik heb gewoon wifi. Nee, dat is mijn bijnaam hier. Hoezo? King Boy. De privacy is important to us. Connect your privacy. Boeit er niet. Wifi in the first need to know whether you will stay. Echt hotel or not? Yes, I'm staying at the hotel. Ik ga gewoon met alles korter. Ja. Oké. Genoeg. Ik heb 2-persoonsbed met een meid. TV met bureau. Voetkastje. Drankstoel. Nieuwste iPhone X. Kluis te klein voor de laptop. Mini koelkast met fucking OP blauw licht. Dit wil ik echt in mijn kamer hebben, jongens. Dat is echt te lijp. Ik heb hier een kastje die ik net ook al aanraakte. Maar als ik dat doe, dan. Oh god. Oh, kijk, dan gaat hij zo. En dan. Oh. En, oh, en dat is. 4-sterren hotel, jongens. En helemaal goed zo. Dit ding crasht, ga ik niet aanraken. Echo doet het wel. Dan heb ik hier een hele rare bad, want die is gewoon verticaal. Oh, ja, verticaal. Dat is toch normaal? Nee, maar normaal ligt die in de breedte. En dan hebben we hier, dit vind ik wel een mooi systeem. Je kan hem gewoon dicht doen, dan heb je een douche. Dus dat is fucking vet. Dat is vet slim. Dan komt dat niet al water zo uit je. Hebben één handdoek. Nou ja, nee. Jongen. Ik doe hem met 2 handdoeken bij de hele. Hier liggen er toch ook 2. Jongen, je hebt 5 handdoeken, die piepen nou. Oh, maar ik kan niet helemaal dicht. Dat vind ik dan wel. Wat is. Wat? Nou, dat is inderdaad. Dat is inderdaad een beetje een flut ontwerp. Ja. What the fuck, waarom is dat zo? Oh, maar dan kan je wel met z'n tweeën staan. Oké, dan hebben we hier een geheime kamer waar niemand de sleutel van heeft. Want als ik er echt zo in kijk, dan ik denk niet eens dat ik het wil. Ik vind het. Doei. Dag. Doei. Dan heb ik hier mijn haar feun, want mijn haren moeten gefeund worden, want het is zo lang. En ik heb hier allemaal gratis dingetjes die iedereen altijd meestilt. Dus dat doen wij gewoon lekker aan mee. Ja, wc, niet zo boeiend. Doe eens iets leuks voor me, schat. Oh, liefde. Een hele mooie schilderij. Kijk, de nightlife gaat al beginnen. Allemaal mooie lampjes. Kijk dan, is dat kermis of zo? Nee, dat is de uitgaansplek. Oh, dan kan je vet goed zien vanaf het gras dan. Dat is die scherp zelf wel, ja. Ja, moet niet vloggen, lief, hè? Auw, oké, dus ik ga verder. Spreek je zo. Yo, what up gasten? En vandaag is de tweede dag en wij gaan vandaag eten. Want we hebben honger. En we hebben morning breakfast all inclusive. Dat hebben we niet gegeten. Maar we hebben niet gegeten. Dus we gaan nu naar... Paco is hoe de gozer heet. Ik weet eigenlijk niet hoe het restaurant zelf heet. Ja, nou sorry joh, ik ken al die mensen gewoon. Hij heet Paco, hij kent mij waarschijnlijk niet. Ik ga het ook niet filmen dat ik hem ontmoet. Want daar zit hij ook van, wat is dit voor camera crew die op me afkomt. Terwijl die mij niet kent.
Dus ja, ik ben benieuwd of hij mij überhaupt kent. Ik ga gewoon zeggen, ken je Kingboy? Ah, Kingboy, jou ken ik. Dat is gewoon mijn bijnaam hier geworden. Zeg wat, mens. Spreek. Spreek. Gaan we. Oké, ja. Dus wij gaan even snel tempo maken. En we zien jullie zo bij het mooie strand van Magaluf. Bye bye. Echt, hè? Activiteiten aan het zoeken. Ik ga zelfs een beetje inzoomen, zodat ik jullie ook gewoon dat mooie papiertje kan laten zien. Oké, jongens. Oh. Oké, auw. Jij zag het, hè? Ik sta er gewoon drie keer mee. Dingen om te doen klikken? Hè? Dingen om te doen? Ja. We hebben hier mooie papiertjes. Stond in de lobby. En we hebben er heel veel. We hebben hier eentje met dolfin. Het is het eigenlijk. Het is een boot. Het is Palma de Mallorca. Magaluf. Verdomme. Oké, we hebben hier dus met een boottrip. Dan kan je dus gewoon heel cool met de boot, met een mooie raampje eronder. En wij zitten achter die raampie en dan kan je alles zien. Hier zouden we heen gaan. Je coole foto. Waar gaan we heen? Naar het omgekeerde huis. Ja. Kijk, daar zit je dan. Super cool. Tweede hebben we een grot die we ook wel vet vinden. Ik weet niet hoe goed jullie dit kunnen zien, maar we hebben hier dus allemaal coole grotten en zo. Dus ja, dat is ook wel vet. Alleen, het is gewoon cool, man. Moet je kijken naar dit documentaire en zo. Oh mijn god, moet je kijken hoe cool. Ik vind het super dope. Kijk, hier onderin heb je ook fucking vet of zo. Ja. Plaatjes. Kom op mensen, we houden van plaatjes, toch? Kijk hoe vet. Vet lijp, gast. Ja, renteboot dachten we aan, maar dat is bijna 130 euro voor 2 uur. En aangezien ik thuis ook gewoon een boot heb, is dat is veel goedkoop voor een hele dag, weet je wel. Dus nee. Oh, nee. Nee. Afkeur. Niet doen. En Big Blue Diving hebben we hier. Dus ik weet niet wat dat is eigenlijk. Twice snorkel trips, boat, diving trips, jeez. Dus ja, ook gewoon best wel standaard iets. Maar ja, wel leuk, want ik wil per se duiken. Dat hebben jullie nooit gehoord van mij. Ik heb al 2 duikbrevetten gehaald, ja. Schouderklopje, ja, dat is best wel respect. Dat is best wel respect, schat. En dit kost, let me see, een boottrip voor 2 dives. Dus ik weet niet of dat 1 persoon met 2 duikers is of met 2 personen met 1 duik. Kost 70 euro, dus dat is wel prima te doen. Maar dat zou ik zeker aan aanraden. Dus die leggen we ook bij de fucking do it. Freaking do it. En los fladdertje, dus ik hoop dat er wat goeds achter verschuilt, maar meestal niet. Oh ja, dit is dus ook wel vet. Ik weet niet of jullie dat wisten, maar je kan dus in het buitenland ook je duikbrevet halen. Dat heb ik toen gedaan in de Dominicaanse Republiek. Zoals je ziet, hier zijn een beetje de prijzen. Ik hoop dat je een beetje Engels kan, anders gaat dit wel een uitdaging voor je worden. Maar... dus ja, dat is ook super vet. Ik heb ook mijn 2 duikbrevetten bij de Dominicaanse Republiek gehaald. En, zeker een aanrader. Was het duur? Ja, ben ik er blij mee. Ja, want overal waar ik nu kom, kan ik zitten. Hey. Ik heb ervaring. En jij niet. Dus ja, dat is. Ja, ik weet niet. Met het duiken moet nog een beetje kijken, want waar ligt dit? Oh, ik vind dit wel vet, die haaien. Oh, mijn god, het ligt ernaast. Ja, die. Ja, ze liggen erbij. Ze liggen naast elkaar.
Ja, maar deze ligt waar wij vorig jaar bij het hotel twee jaar geleden bij het hotel gezeten. Ja, ja, ja. Dit is een soort van waterpark, zoals je hier kan zien. Het is in principe ook wel vet. Ik bedoel, je hebt... Gewoon! Ja. Nee, ik wil naar dat andere ding. Ja, nee, dit is geen waterpark. Dit is een waar we shows een zijn. Pretpark of zo. Een pretpark, maar dan met dieren die shows geven. Dat is dierenmisbruik. Nee, grapje. Ze zullen vast heel veel vis krijgen en heel blij zijn. Dus ja, Parrot Show, Sea Lion. De rest kunnen jullie lezen, want ik kan niet achter tevoren lezen. Dolphin Show en Seal Training. Seal Training, what the fuck? What the freak? What the fuck ga je gewoon zeggen hoor. What the freak? What the freak? Elk kind zegt what the fuck. I don't care. Het is fucking irritant dat je what the freak zegt. Oké, okay, what the fuck do you want from me? Oké, okay, jongens, we gaan het even uitzoeken. Ik zie jullie zo. Yeah! Zal ik maar doen? Nee, ik kom maar gaan. Ik ben zo onverzorgd met mijn Russische snor. We gaan, kom. Let's go! Let's go. Oké, okay, wat gaan we doen dan? Kebab! Hij is dicht. Oké. Okay. Geen kebab. Dan is waarschijnlijk alles dicht. Ja, echt alles is dicht. We hebben een Burger King. Ja, maar je gaat op vakantie, gaat er een Burger King eten. Ja, maar schatje, je kan toch nu even, je hebt honger. Nee, ik wil geen Burger King. Ik wil geen Burger King voedsel. Wat wil je dan, grap? Iets anders. Gaan we zoeken? Ja, waar wil je heen? Waar gaan we eten? Shubidua. Is het niet Shubiduba? Nee, Shubiduba. Shubidua. Duba. Wel Duba. Ik denk het. Dus ja, dan gaan we eten en sfeer op de beste gerechten eten. Meer eten en patatjes en champignonnetjes en roquefortsaus en kaassaus en pepersaus. Ja? Ah, ja. Nico. Laat ik het eerst mijn schoenen aandoen. Ik heb ook al een kappa gegeten. Nee, je hebt een broodje op. Ja. Je hebt niet meer gefilmd, Jack. Nee, ik weet het. Ik heb weer niet gefilmd. Sorry. Jullie weten hoe ik ben als er eten is. Ik neem één hap. Ik vergeet mijn camera en het is weg en dan herinner maar ik moet je dit camera. Wel echt even filmen? Want dit ja, is dit echt... film ik wel. Dit is echt... Ik heb het zo vaak gezegd, als die het gast... is helemaal niet duur. Als die gast naar Nederland komt, dan is die instant miljoen. Schatje, dit heb je gisteren ook even gezegd. I don't care, het is zo. Het is het jullie... Toch heb ik het gevoel dat ik iets bruiner ben, hoor. Ik niet. Mijn armen. Ik heb heel erg mijn jurk gelopen. Mijn armen, zeg ik toch? Ja, oké. Okay. Ja, jij lijkt ook wel op een pinda. Ik ben een pinda. Daarom. Jij bent ook een pinda. Nee joh, ik ben een bloedhollander. Helemaal niet, ik heb een kwartje. Ja, ik heb ook een kwartje. Ja. Dus ja. Oké. Okay. Dus ja. Tot zo. Tot zo, we gaan eten. Ja. Ja, oké. Okay. Zo, goed af voor de... Ja, maar dat schuimt heel erg, dat ijskoud. Nou, pina colada, even twee. Uitpakt. Oké, jongens. Ik moet even wachten tot die weer aan het boven staat. Maar, Shubidua. Als jullie dit jaar hier nog heen gaan, ga je hierheen. Ja, alleen dit jaar. Volgend ja, jaar alleen is dit het jaar. Afgelopen. Finito. Beste restaurant ooit. Ja, echt. Top. Overdrijf niet. Nee, echt niet. Ik overdrijf echt niet, joh. Nee, het is echt fantastisch hier. Maar hij staat er niet tussen, hoor. Jawel, hier. Peper, steak. With baked potatoes. Ja, maar we hadden ook friet en champignons en... Snap je? Ja, ik... Oké, okay, fix jij het? Ik ga het mijn best doen. Oké, okay. Zeg maar even dag. Doei. Zo. Did a good job. Wat hebben we? We hebben hier 's werelds
Europese beste steak. En we hebben uitjes en ik zal hem even aansnijden. Aardappeltjes, slaatje, roquefortsaus en dit is pepersaus. Pepersaus. Volgens het recept van de kok. Wij gaan lekker eten. Ja, zeker. Oké, eet smakelijk. Nou, ik ga echt wel voor deze. Jij gaat voor deze. Hop. Kan ook. Ook lekker. Wat heb je gedaan? Ik heb eentje gepakt. En drie vier de zak gemorst. Dat is een put. Ik weet niet of ze het kunnen zien. Ja. Ik mag niet bewegen. Ik mag niet bewegen. Oh no! Pas op die koekjes. Oké, okay, I saved them. Hij heeft drie. Drie very big candy. Niet terug in die zak! Grap, het is daar fucking vies. Ga hem eruit. Ga ik mezelf op de wit. Housekeeping! Ja. Ik ga er echt niet op ruimen. Jawel. Waarom? Dat moet. Ik heb zat geld betaald voor dit. Dit is, valt onder servers. Oh. Dit is echt te veel. Ik ga het niet opruimen, jij? Ja. Nee. Ja, je kan het niet zo laten liggen. Nee. Schatje, dat kan niet. Kijk ook hoeveel. Oh. Oké, okay, we laten dit morgen doen. Niet nu. Dus morgen door de housekeeping. Of doen wij het morgen zelf? We doen het morgen zelf. Fine. Oké. Okay. Laat het zakje nog een keer vallen. 400 gram. Tering man, blij dat je 75 gram in zit. Dus we mogen niet kijken hoe jullie kijken. Top secret. Dat zien ze toch niet? Ja? Dat zien ze toch niet? Dat weet ik. Niet smakken. Met je mond dicht eten. Kan ik niet. Doe voor ASMR. Verbaas me maar. Oh, oh, oh. Dikke vette reclame. Hey. Oké. Ja, dat was het weer. Leuk verhaal. Nou ja. Lekker. Ja. Ik doe hem aan de overkant. En dan? Uieringen. Uieringen? Schatje, dat is gefrituurd. Dat is wel... Ja. Ik bedoel het naast, niet net in de supermarkt. Oh, kebab. Ja. Heb je nog honger? Nee, ik heb geen honger. Ik heb wel trek. Nee, ik heb meer zin in gewoon drinken. Maar... Je hebt gas in het eten. Gas in om ergens op te kouwen. Ik kan niet meer helpen nadenken. Ben je dronken? Nee, dat niet. Maar ja, ik drink niks anders dan drank. We hebben toch water en cola? Ja, ik kom cola of water. Pak het dan. Ja, ga je veel molken pak? Ja hoor. Ik ga eerst deze dicht doen. Plak, plak. Plak, plak. Hij is weer open. Hou je buik in. Je maag gaat uitzetten. Okay. Je hebt te veel gegeten. Dat weet ik ook. Zien jullie mijn snor? Ja, die gaat er morgen af, hè? Ja. Mijn baard. Die gaat er ook morgen af, hè? Ja. Af, hè? En toch knip ik eruit. Nee. Fuck off. Hadden we nooit lief in de vlog tegen? Ja, kut het tegen mij. Hij vetjes, jongen. Ja, kijk, dit is mijn één vetje. Zie je mijn rib? Zie je mijn rib? Twee rib vetje en drie vetje. En aan de andere kant heb ik mijn andere drie stukjes. Maak bij elkaar six vet. Six vet.
Laat die kast met rust. Klopgeest. Wat? Klopgeest. Eerder een kastgeest. Kom jij uit de kast? Oh, daar hebben ze mijn vorige vlog al voor kunnen zien dat ik uit de kast kom. Toen had ik een nieuwe kast in elkaar gemaakt. En ik zeg van, althans, je hebt van die afstelschroefjes, zodat je die deur naar links of rechts kan bedienen. Dus ik ging in de kast staan, ging ik hem afstellen. Toen dacht ik van, nou laat ik het hun zien, weet je wel, mijn zak in de kast. Dus ik loop de kast uit, dus ik zeg, oh, nu komt iedereen met, oh, homo dit, homo dat. Niet dat er iets mis is met homo's, maar ja, ik denk, ik maak de grap maar. Dan kan iemand anders een grap maken, want dat is niet meer leuk. Oké. Dus ja, en wat gaan we morgen doen? Wij gaan morgen strand liggen. Helaas, dat is leuk, maar voor de rest heb ik niet veel aan jullie te laten zien. Wel, we gaan bij Paco eten. Ja, we gaan misschien nog wat meer van die boekjes doorlezen, dat we weten wat we willen doen. En ja, weet jij nog iets wat we morgen gaan doen? Eten. Cocktails drinken. Ja, ik zal wat foto's en video's maken. Ik weet het, jongens, ik heb jullie heel erg teleurgesteld vandaag. Dus ik zei, oh kijk, deze ijs gaan we eten. Ik heb jullie geen ene ijs laten zien. Ik heb ook hamburger gegeten. Ook niet laten zien, oké? Okay? Ik heb jullie de steak laten zien. Ik heb die zelfs voorbereid. Ik heb zelfs mijn eerste snee aan jullie opgeofferd. Niet eens aan mezelf. Jullie weten normaal als ik... Je eerste eet... snee? Ja, normaal als ik eten film, is er al een hap uit. Omdat ik mezelf niet bedwangen heb. Dus oké. Okay. Ja. Nog meer te vertellen? Ga je de vlog al afsluiten voor vandaag? Nou ja, ik wil in een bal. Mijn vriendin moet niet in de bal. Dat is een hele bal met 400 km per uur wordt afgeschoten. Dat zien ze morgen. Met elastiek, maar dat wil mijn vriendin niet. Nee, nee, nee. Nee, nee. Like nog meer te vertellen? Like als ik moet doen.